Ja, heb je een kind met een taalprobleem of een taalstoornis, of ken je een kind met een taalprobleem, dan wil je natuurlijk allereerst weten wat er aan de hand is. Nou, dat is nog niet zo makkelijk, want het kan een taalstoornis, een taalontwikkelingsstoornis zijn, zoals dat officieel heet, er zijn er meerdere. Het kan ook een kenmerk van autisme zijn. Het kan eigenlijk ook beide zijn. Je kunt ook autisme hebben en een taalstoornis. Nou, daar gaan we het uitgebreid over hebben vanavond. We hebben ook vier casussen, maar ik wilde eerst even een fragment laten zien uit een cabaret van Mike Baudet en Henk Toorn. Heet die Henk? Kees Toorn. Kees Toorn, heel goed. Waarin ze elkaar complimenten geven, maar de toon klopt niet helemaal. Jij bent toevallig een van de aardigste mensen die ik ken. Man, dan kan ik toch over jou net zo goed zeggen. Wat is dit nou? Dat valt allemaal mee. Jij bent niet alleen aardig, je bent mijn steun en toeverlaat. Alsof jij niet altijd voor mij klaarstaat. Ja, maar jij door dik en dun. Dat heb ik wel gemerkt. Als er iemand is die al die jaren onvoorwaardelijk achter mij is blijven staan, dan ben jij dat wel. Zullen we nou hebben? Jij kunt wel een potje bij mij breken, maar dat is alleen maar omdat jij me nooit zult afvallen. Ja, taal is natuurlijk veel meer dan alleen maar het gebruik van woorden en zinnen. Het is een fragment dat is uitgekozen door mijn gast aan tafel. Dat is Mariette Embrechts, logopediste, taal- en spraakspraak- en taalpatholoog van Dr. Leo Kannenhuis. Wat houdt dat in? Nou, als logopediste zie ik alle kinderen, jongeren, volwassenen waar of een probleem speelt met spraak, met stem, met taal, met gehoor, slikken, eventueel eten. Maar het accent ligt wel op taal. Ja. Nou, dat fragmentje wat ze niet zien, dat cabaretfragmentje, dat is jouw keuze, hè? Waarom? Ja. Ik vind, als ik dit zie, dan zie ik een mismatch tussen horen en zien. En dat verwart. En dat verwarren is volgens mij een gevoel wat mensen met autisme ook vaak hebben. Want er klopt iets niet. Ja. Ik kan het niet plaatsen. Ja, nee, laten we even kijken waar we het precies over hebben. Hè? We hebben het over taal, we hebben het niet over spraak, want dat zijn wel twee verschillende dingen, hè? Ja. Ja, taal is echt dat, je boodschap die je wil overbrengen. He, daar kies je woorden bij, daar maak je zinnen van. Je kan het schrijven, je kan het zeggen, je kan het lezen. Maar spraak is veel meer de klanken, het vormen van de klanken. Ja. Ja. Gaan we het daar helemaal niet over hebben? Klein beetje. Ja, het komt wel voorbij in de casus. Komt voorbij, want de kinderen hebben vaak een combinatie. Ja. Ja. Komt dat veel voor, zo'n taalontwikkelingsstoornis? Ja, zo'n TOS noemen we dat wel. Een taalontwikkelingsstoornis komt 3-7% van de kinderen en de jongeren hebben een TOS. Hm. En dat is best veel. Van alle jongeren gezamenlijk, zeg maar. Van alle kinderen en jongeren. Ja. Dus voor een ontwikkelingsstoornis is dat een behoorlijk percentage. Ja. Als je vergelijkt dat autisme 1-2% is en ADHD 5% voorkomt. En zeker als je dan inzoomt op die autismegroep, hè, dan is eigenlijk heel bijzonder dat 50-80% van de kinderen een taalontwikkelingsstoornis heeft. Zoveel. Ja. En dat is niet alleen nationaal, maar vooral ook internationaal gevonden. Ja. In verschillende domeinen van de taal en vooral in het gebruiken van de taal. Maar daar komen we nog uitgebreider op. Waarom is het dan zo belangrijk om die taalontwikkelingsstoornis en eventueel het taalprobleem als gevolg van autisme uit elkaar te trekken? De problemen die iemand met autisme heeft, liggen veel meer in het gespreksvoeren, verhaalopbouw. En een taalontwikkelingsstoornis gaat over meer domeinen. En is daarmee ook vergt een andere behandeling. En heeft ook een andere prognose. Nou, ik wilde even, we gaan het er uitgebreid over hebben, uitleggen wat we vanavond precies gaan doen in deel 1. We hebben het opgedeeld in 3 delen. In deel 1 gaan we het hebben over de taalontwikkeling. Klein beetje over de normale taalontwikkeling, maar vooral ook over de signalen die je kunt zien als het om een afwijkende taalontwikkeling gaat. Uh-huh. En in deel 2 gaan we casuïstiek bekijken. We hebben meer videofragmenten, maar 4 casussen uit jouw praktijk. Hè? Ja. En die gaan we bespreken. En we sluiten af met nog een aantal aandachtspunten. We gaan naar deel 1. Ja, wat maakt taal zo complex? We hebben die wordcloud op de achtergrond. Het spreekt voor zich, denk ik. Er komt onnoemelijk veel bij kijken. Het is een serieel proces. Het vervliegt. Ik zeg het en het is al weg. Terwijl een plaatje, ja, dat blijft hangen. Dat ziet iedereen en dat zit nog in je geheugen. Dat is echt anders. Dus het vervliegt eerder. Het is zowel verbaal, hè, de woorden, de geluidenstroom, maar ook non-verbaal. Dus je moet 2 kanalen heel goed kunnen volgen. Het is afhankelijk van context. Want dat zag ik ook al in het fragment. Van die 2 mannen, ja. Precies. En als ik zo doe, ja, wat,
hou ik jou aan? Ben ik een politieagent? Of zwaai ik naar jou? Of wil ik jou eigenlijk een klap geven? Dat is nogal een verschil. Dus je moet dat kunnen plaatsen van waar gebeurt dit? Waar is dit nu? En wat betekent dat om het te begrijpen? Ja. Ja, laten we even naar de belangrijke aspecten gaan die taal vormen. Hè? Die, mm-hmm. We hebben het in 3 domeinen opgedeeld. Ja. Die zijn belangrijk ook als je wil analyseren waar de problemen zitten. Precies. Ja, dat geeft houvast. Je kijkt bij de taalinhoud, kijk je naar de woordenschat. En niet alleen of die heel groot is. Want zeker bij de cliënten van het kannerhuis zie je nogal een vrij grote woordenschat. Maar ook hoe is de ophaalstrategie? Kan je dat vlot of is dat vertraagd? Is dat een woordvindingsprobleem? Bij taalvorm kijk je naar de zinsbouw. En of de woorden goed vervoegd zijn. Zeg je gezwemd of gezwommen. Is dat volgens de leeftijd ook ontwikkeld? En taalgebruik, dan kijk je echt naar de communicatie van alle dag. Hoe heb je nou al die bagage die in je hoofd zit, die kennis, hoe zet jij die in gesprekjes? Als jij iets vertelt, als jij een ervaring wil delen. Ja. En als je nou naar autisme kijkt, en we kijken nog eens even naar die 3 bollen, dan zit autisme vooral in het domein taalgebruik. Ja, dat vooral en ook wel in de taalinhoud. Dat je toch dat woord niet helemaal te pakken hebt. Nee. Ik had een jongere laatst die zei bij een test emancipatie. Ja, hij wist wel wat het was en hij wist het goede plaatje aan. En ik dacht, het zit me niet lekker. Ik weet niet of hij het helemaal pakt. Hè, want dat is dan niet helemaal verankerd, zo'n moeilijk woord. En toen zei ik, maar wat is het dan? En toen zei hij, emancipatie, een beetje geërgerd. Ja, dat één man het doet. Dus hij had echt de klanken afgeleid. Eén man, één man. En het was toevallig logisch het enige plaatje met één man. Dus logisch redeneren, maar niet gesnapt dus. Ja, en dat zie je wel vaker. Een beetje lege taal, concepten die niet verankerd zijn. Ja. En de taalontwikkelingsstoornissen die zitten dus meer in die 2 andere bollen. Taalvorm, taalinhoud, begrijp ik. Ja. Een specifieke taalontwikkelingsstoornis die niet verklaard wordt door een slechthorendheid of de autisme of een andere ontwikkelingsstoornis, zie je vooral dat de taalvorm, taalinhoud verstoord zijn. Ja. We gaan even kijken naar die taalontwikkeling, want als die dan afwijkend is, wat zijn dan de signalen daarvoor? Hè? Dat kunnen we misschien wel per kalenderjaar doornemen. Mm-hmm. Wat zijn de red flags, zoals dat Precies. dan officieel heet? Dat is denk ik voor ouders wel fijn om te weten. Hè? Ja. Ik moet er gelijk bij zeggen dat we er een beetje doorheen vliegen. Hè? Het is natuurlijk een veel uitgebreider verhaal dan hier, maar de kern zit er wel in. Ja. De groep 1 tot 2 jaar? Ja, als een kind helemaal niet brabbelt, geen geluidjes maakt, geen dierengeluidjes nadoet en ook niet reageert op geluiden, dan is dat zorgelijk. Dan moet je ook gaan uitsluiten, hoort hij wel goed? En liefst ook een screening laten doen of in ieder geval bij het consultatiebureau melden of bij de huisarts. En wat doet zo'n consultatiebureau met zo'n melding? Die hebben ook weer vragenlijsten. Dus snel om te kijken van, is daar inderdaad iets aan de hand, moeten we doorverwijzen of niet? Of kunnen we nog even afwachten? De groep van 2 tot 3 jaar. Ja, als die nog geen eerste woordjes hebben, en ook niet goed een klein gesprekje kunnen voeren, nog niet echt een boodschapje willen overbrengen en ook niet reageren op taal, dan is dat reden tot zorg. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, 2-jarigen moeten een 2-woordzin kunnen maken, 3-jarigen een 3-woordzin. Dan trekken we die streep natuurlijk op in 2 en 3. Ik bedoel, het maakt verschil of je 2,9 jaar bent of 2,1, hè? Ja, natuurlijk. Daar zit steeds meer groei in. Er zit wat rek en ruimte in. Ja, en die groei gaat niet geleidelijk. Nee, dat gaat op dat en neer. Dat verschilt per kind. Soms zie je dat het ene aspect van taal vooruit gaat en het andere stilstaat. Ja, en het kan ook zijn dat het best wel wordt ingehaald soms. Ja, soms zie je alleen maar meegroeien en soms zie je weer inhalen. En dan is het een vertraging geweest en dan is er niets aan de hand. Ja. Dan gaan we naar de groep 3 tot 4 jaar. Ja, als je dan nog echt niet spreekt, dat is een alarmsignaal of hooguit zo'n inwoordzinnetje. Of als je onverstaanbaar bent voor bekenden. Normaal zijn ouders of omgeving toch wel degene die het kind nog goed verstaan, nog in ieder geval wel kunnen volgen. En als je opdrachtjes niet begrijpt, van pak je laarzen, dan is dat reden om aan de bel te trekken. Ja. En dan hebben we nog de groep 4 tot 5 jaar. Ja, daar mag je dus echt al samengestelde zinnen van verwachten. Dus als zo'n kind eigenlijk maar een kleine 3-woordzin gebruikt of onverstaanbaar spreekt voor vreemden of niet goed taal begrijpt, of heel traag is in begrijpen, dan
Verstoorde interactie staat er nog tussen, ja. Precies. Ja, dan krijg je miscommunicatie. Ja, ja, ja. Ouders doen vaak het allermeeste om te compenseren, om dat kind toch te kunnen begrijpen. En dat is heel frustrerend, want dat heeft dan heel weinig effect. Ja, ja. Nou gaat dit natuurlijk nog even door, hè? Want je kunt doorgaan voor de groep 6, 7, 7, 8, 8, 9. Hè? Dat, mm-hmm. Ik bedoel, die ontwikkeling gaat natuurlijk ook door, die taalontwikkeling. We hebben het even beperkt nu tot 5 jaar. Ik kan er wel bij zeggen dat mocht u meer willen weten over dit onderwerp, ook op internet, en even Google op Red Flags taalontwikkeling, dan krijg je die complete lijst ook wel te zien. Dus daar kunt u ook meer vandaan halen. Wij beperken het even tot 5 jaar en we willen ook even wat meer informatie geven over de kenmerken van autisme. Hè? Want dat verschil, daar hebben we het over vanavond. Ja, ja. Ja, wat een taalontwikkelingsstoornis samen met autisme, dat is eigenlijk topsport. Hè? Dat is ontzettend moeilijk om je dan nog goed te kunnen uiten. Want bij autisme alleen al heb je natuurlijk een verstoorde informatieverwerking. Je krijgt die prikkels anders binnen. Je filtert ze minder goed of je filtert ze te veel. En daardoor komt dat concept niet tot stand. Dus die jongen met emancipatie, ja, die zoekt maar een houvast, want hij weet het eigenlijk niet. En hij kiest die klanken. En gelooft daar begint ook in. En dat zijn concepten die niet goed opgebouwd zijn, zeg maar. Ja. Het is moeilijk om een betekenis te verlenen aan zo'n gebaar als groeten of iets anders. En als je een verhaal hoort van iemand die autistisch is, dan is het vaak wat lang. Wat langdradig, veel details staan op de voorgrond. En dan moet je echt doorvragen, oh ja, vertel het maar, waar was het nou en wat is de kern? Mm-hmm. En soms zie je ook dat, of zie je wel vaker trouwens, dat er... Dat ze iets letterlijk opvatten. Ik denk dat iedereen die kijkt daar wel voorbeelden van weet. Maar ik kwam deze tegen en die vond ik deze foto wel heel illustratief. Ja. Doe de worst maar op je brood, zei de moeder van deze jongen. En dat gebeurde heel letterlijk. Ja. Ja, ik had misschien ook nog even aanvullend een voorbeeld van een moeder die vorige week vertelde dat ze haar kind had gevraagd, zet je bordje maar in de keuken. En het bordje werd letterlijk midden op de keukenvloer gezet in plaats van op haar recht. Ja. Ja, we gaan dan nog even de verschillen naast elkaar zetten. De taalontwikkelingsstoornis en de taalprobleem als gevolg van, of als kenmerk van autisme. Hè? Mm-hmm. Dit zijn de belangrijkste? Ja. Ja, ik vind dat een opvallende verschillen. En dat zie je ook terug in de literatuur. Kinderen met een TOS, een taalontwikkelingsstoornis, die proberen eigenlijk non-verbaal nog alles te doen om die interactie te herstellen, om te compenseren. En gaan ook zelf gebaren meemaken. En dat heeft ook vaak effect. Ook ouders passen die taal aan. En ze hebben wel verhalen, maar die zijn wel heel kort uiteraard. Want ze kunnen niet lange zinnen maken. Als er een misverstand is, vinden ze dat ook heel moeilijk in het gesprek. Maar bij kinderen met autisme zie je juist dat ze ook minder reageren op die beurtwisseling. Dus ze zijn wat passiever daarin. En als ze spontaan gaan vertellen, zie je dus veel details. En dan sluiten ze in een gesprekje eigenlijk niet makkelijk aan. Ik hoorde wel eens, er is geen social glue. Er is geen lijm die zorgt dat het gesprekje soepel loopt. Nee. Nee. Kunnen zij moeilijk aanbrengen. Ja, ik stel voor dat we onze theorie even hiertoe beperken. Want we hebben nog 4 casussen. En die gaan we behandelen in deel 2 van dit programma. Ja, er is natuurlijk een veelheid aan taalproblemen, taalstoornissen. We hebben er 4 gekozen, althans jij hebt er 4 gekozen, 4 casussen uit jouw praktijk. Die ook al kenmerkend zijn voor en taalontwikkelingsstoornis en autisme. Hè, zodat we dat verschil wat beter gaan begrijpen vanavond. De eerste casus is Figo. Mm-hmm. Hij is 4,3 jaar. We hebben ook een... Gaan we eerst naar een filmpje kijken of gaan we eerst uitleggen wat er aan de hand is met hem? Misschien is het wel goed om eerst een filmpje te kijken en te zien hoe moeilijk hij te volgen is. Ja, misschien moeten we even wel de filmpjes inleiden, want anders wordt de clue misschien gemist. Dit is een jongetje waarvan de kijker waarschijnlijk niet gaat begrijpen wat hij gaat zeggen. Dat sowieso. Hij gebruikt ook veel Engelse woorden, dus probeer ze te herkennen als je hier naar luistert en kijkt. Ja. Vertel. Mummy and the zombie was going for the in the mummy bus. Echt waar? Ja, en de dier gaat in de dat zombie is een bad scary guy.
Ja, Figo, mommy, daddy, dat soort woorden hoor ik ook. Veel Engelse woorden, dus wat is er aan de hand met Figo? Nou, hij heeft een forse spraak- en taalstoornis. Die zit eigenlijk in alle domeinen van de taal. En met de woordkeus zie je dat hij vaak Engelse woorden kiest. En dat hem dat ook veel makkelijker ligt. Hij heeft ook een hele goede uitspraak van het Engels en helemaal niet van het Nederlands. Je zou bijna zeggen, het is een buitenlands kind. Ja, dat is niet zo. Hij zuigt eigenlijk informatie op van social media, met name van YouTube-filmpjes of van games. En we zullen zien straks dat wel aangepakt kan worden ook. Mm-hmm. En dat hij gaandeweg wel meer geloodst wordt naar dat Nederlands. Ook doordat hij natuurlijk in op de basisschool is begonnen, waar het natuurlijk ook sterk gestimuleerd wordt. Mm-hmm. Maar het is er nog niet helemaal uit. Nee. En hoe pak je nou zoiets aan? Ik bedoel, wat voor therapie zet je dan in? Nou, je pakt met name een taaltherapie, waarbij je bekijkt om met name ook de gespreksvoering goed tot stand te krijgen, het verhaaltjes te vertellen, om daar wat houvast in te geven. Maar zeker ook de woordenschat en de zinsbouw. Dus dit was eigenlijk een hele intensieve, brede therapie. Ja. En dan begin je natuurlijk met waar hij het meest last van heeft. Mm-hmm. En wat hij nodig heeft op school. Ja, en ja, we zien hier woordenschathuisje. Kun je even toelichten wat dat is? Ja, dit is op zich een andere jongen, Luc, maar die stond op de foto met het woordenschathuisje. En dat is wel leuk om te zien. Daar kan je woordjes in stoppen die je al wel kent of die je nog niet kent of die je nog moeilijk vindt. En dan zie je gaandeweg steeds meer woordjes gaan naar het kamertje wat je beheerst. En dat is natuurlijk fijn en stimulerend. En het mooie eraan is, die stond in de klas. Dus ook de juffrouw haalde daar vaak de woordjes uit die nog moeilijk zijn. Die worden geoefend. Hmm. En op die manier train je heel intensief de woordenschat. Hmm. Maar nog even terug naar Figo. Hè? Als je, ik zou zeggen, hij spreekt veel Engels. Dan komt het er eigenlijk op aan dat hij gewoon een nieuwe taal leert. Hij moet het Nederlands nog goed leren. Is dat dan in essentie wat er moet gebeuren? Ja, dat ben je wel met hem aan het doen. Ja. Ja. En ook hem aan het leren dat hij het Engelse woord herkent en kan ombuigen naar een Nederlands woord. Hmm. Als hij dat kan, is het prima. Hmm. Maar nou dat doe jij dan met Figo een uur per week, twee uur per week? Maar ook de begeleiders op de groep waar hij gezeten heeft, op de topgroep. En ook de ouders uiteraard. Je probeert daar één lijn in te trekken. Ja. We gaan weer even kijken naar een tweede fragment, hè, van Figo, want hij heeft therapie gehad. En we zien dat resultaat heeft opgeleverd. Hè? Hij gaat weer vertellen over hoe die chocola maakt. En jullie hebben toch ook iets met koffie thuis? Ja. En dan, hoe doe je dat? Een pakje? Als je wil nog iets kan je maken. Ja, en hoe maak je koffie? Ik kan iets anders zeggen, ik kan ook drinken. En dat is? Warme chocomelk. Lekker. Vertel eens, hoe maak je warme dat? Warme chocomelk. Hoe maak je dat? Vertel eens. Dan moet je met chocola doen en ijsje doen. Ijsje? Ja, dan moet je met chocola doen en een chocolate bar. Met chocola doen en met? Chocolate, één chocolate bar. Ja. En dan? Wat is dat, één chocolade? Eén chocoladestukje. Ja. En dan? En dan heb je nodig de andere stukje van chocola. Mm-hmm. En dan doe jij hete water. Mm-hmm. En zo maak jij warme chocola drinken. Mm-hmm. Dan maak je hot chocolate. Ja, dat was Figo. Ik hoorde nu duidelijk Nederlandse woorden. Ja. Heb je nog contact met hem? Hoe gaat het met hem? Ja, ik zie je ouders nog wel eens. En eigenlijk is het voor Figo, of met name ook voor zijn omgeving, een zoektocht tussen moeten we nou focussen op dat gedrag en insteken qua onderwijs in die hoek? Of is er toch ook niet een grote spraaktaalstoornis waar meer mee moet? Of de sensorische integratie? En je ziet in de behandeling dat nogal eens wisselt, dat accent. Hmm. En dat je op verschillende domeinen wel iets ziet verbeteren, maar dat het wel een hele kluif blijft. Hmm. Ja. Hij zal dus nog wel wat therapie nodig hebben, of ondersteuning in ieder geval. Ja. We gaan naar de tweede casus. Dat is Mees. Mm-hmm. Hij is 8,7 jaar, hè? Ja. Dat wordt ook zo nauwkeurig. Ja, hij is nu al ouder, overigens. 11, dacht ik. En hij wil ook beroemd worden op social media, dus dat gaat nu gebeuren. Ja, gaan wij eerst uitleggen wat er aan de hand is, of gaan we een fragment bekijken? Mees had, hè, zeg maar, wat je voorheen noemde, syndroom van Asperger. En op taalgebied zag je, dat is toch wel goed om even uit te leggen, dat hij een wat beperkt begrip heeft van een langer verhaal, of een bewegend filmpje, of emoties. En ook wel wat lege taal zelf had. Mm-hmm. Dus
eigenlijk dingen maar aannam, maar eigenlijk niet zo goed doorhad wat hij zelf zei of bedoelde. Ja. En met hem heb ik met name gewerkt met reclamefilmpjes, logische reeksen en ook eigen gebeurtenissen uit zijn leven getekend. Ja, nou ja, we gaan kijken naar een fragment waarin Mees kijkt naar een reclamefilmpje. Hij kijkt naar een filmpje van twee pubers, een jongen en een meisje, op een speedboot. Ja. Die het heel erg naar de zin hebben. En dan wordt er aan Mees gevraagd, wat is hier aan de hand? De speedboot. Wat gebeurt daarmee? Doen ze heel hard sturen allemaal en dan gaan ze haar handen sturen. En ineens vallen ze eraf, want ze deden het samen, dat was het tegenval. Ze gaan er samen op sturen, de man en de vrouw, hè? Ja. De jongen en het meisje. En ze doen het niet echt helemaal normaal tegen elkaar, vind je? Nee. Wat denk je, wat is er aan de hand? Niks. Ruzie. Hebben ze ruzie? Denk ik. Echt waar, hè? Ze lachen een beetje naar elkaar, ze knipogen een beetje naar elkaar, ze kijken een beetje naar elkaars billen. Heb je dan ruzie? Nee, dan ben je. Druk? Nou, misschien ook wel. Misschien ben jij dat wel eens geweest, of misschien Cas, je oudste broer, of verliefd? Zou ze verliefd zijn? Nee. Nee? Ja, dat denk ik. Ja, ik denk dat ze verliefd zijn. Want ze kijken naar elkaars billen. Oh, ja. En ze raken elkaar aan. Ja, dat zal wel zo zijn. Ja, en dan? Wat gebeurt er dan? Doen ze heel gek, samen sturen en dan gaat het fout. Dan gaat het fout. Vliegen ze er vanaf, hè? Ja. En dan? En dan vielen ze eraf. En dat was alles. En toen zwommen ze. Nee, die zijn niet verliefd. Die maken ruzie, hè, volgens mij. Ja, precies. Lastig hoor, emoties. Ja. Het is heel complex. Ja. Ja. Maar hoe ga je daar dan mee om? Ja, dat doe je natuurlijk in samenwerking met de groep, hè, want die hebben ook trainingen emotionele. Laten we ondertussen even dit zien al. Ja, dat is meer de talige variant. Ja, dus ik neig naar het maken van een mindmap over bepaalde emoties of iets wat hij meegemaakt had. Of op een A4'tje teken ik 6 hokjes en teken hoe dat filmpje dan begint en hoe het verder gaat en hoe het eindigt. Zodat je echt een structuur krijgt. En ik oefen ook al met geef me de 5. Wie, wat, waar, wanneer. Dat zien we dadelijk nog bij Elian. Ja. Neem maar nog even het concept verliefdheid. Begrijpt hij dat concept überhaupt dan wel? Ja, dat is heel lastig. Ja, nou, het begon bij hem te dagen toen we er plaatjes bij zochten die wel bekend voor hem waren vanuit verliefdheid, vanuit stripboeken bijvoorbeeld. Maar de nuance is moeilijk te vangen. Dus bijvoorbeeld boos begrijpt hij uitstekend, maar dan heb je het over teleurstelling. Ja, dat is toch ook boos? Ja, het is wel boos, maar een heel andere boos. En nou ja, die finesses, dat is lastig. Maar is daar wel winst in te behalen? Daar is absoluut winst in te behalen. Ja, ja, soms betekent dat leren en trainen en eigenlijk een soort regels aanleren. Dus het echte aanvoelen heb je dan niet te pakken. Maar een enkele keer zie je dat iemand het zich wat meer eigen maakt en daar meer mee kan. Ja. Dus het is, ja, oké. Okay. Nee, wij zijn inmiddels al 22 minuten onderweg, dus ik kijk ook op de klok. We hebben nog een aantal casussen voor de boeg. Mm-hmm. Heb je overigens nog contact met Mees? Nee, ik had hem nu wel even gebeld om toestemming te vragen voor dit fragment. En nou, hij vond het prima, maar het gaat goed. Ja, ja. Oké. Okay. We gaan naar Luc. Luc is 8 was op dit fragment 8. Is inmiddels ook tiener. Wat is er met Luc? Ja, Luc had eigenlijk ook een hele brede taalontwikkelingsstoornis, waarbij met name opvielen de woordvindingsproblemen, maar ook wel de spraakstoornis. Dat zul je zo horen, hij heeft heel veel moeite met de T. En nog een paar hardnekkige klanken die niet lukten. Maar hij was uitermate gemotiveerd om hieraan te werken. Dus het was een hele leuke, intensieve therapie. En hij heeft een paar jaar doorgebracht in het kannenhuis, nu niet meer. En inmiddels gaat het goed met hem. Luc heeft autisme ook? Ja, autisme, ADHD en DCD, een coördinatiestoornis. Ja. Nog even, je noemde het net, motivatie is natuurlijk wel een ding, ja, hè? Ja, kom je ook als kinderen, krijg je kinderen in de praktijk die totaal niet gemotiveerd zijn? Ja, zeker.
Ja, kinderen, jonge kinderen kan je nog wel een beetje lokken, zeg maar, met stickers en een leuk spelletje. Maar juist autistische kinderen hebben niet zo'n drive van binnenuit om een praatje te maken. En zeker ook bij jongeren zie ik meer, ja, het moet heel nuttig zijn. Het moet functioneel zijn, liefst de spreekbeurt of het sectorwerkstuk samen oefenen. Of toevallig dat onderwerp waar ze heel gek van zijn. Precies. En als je dat als insteek kiest, dan kun je dat geleidelijk uitbreiden. Ja. Ja. We gaan kijken nu naar een fragment van Luc. Ja. En dat is een fragment, ik heb het hier staan, waarin hij gevraagd wordt om woorden te vinden. Hè? Ja. Ja, bij testen laten we dan binnen 1 minuut zoveel mogelijk eten opnoemen of zoveel mogelijk beroepen. En daar zie je al vaak aan van, goh, gaat dat soepel? Gaat iemand categoriseren of wat gaat hij doen om dat vorm te geven? En Luc heeft eigenlijk een enorm rijke talige bagage, heeft een grote encyclopedie in dat hoofd. En dat speelt hem eigenlijk ook een beetje parten, want hij kon er dan niet snel opkomen. Hm. Laten we kijken. Ja, we gaan kijken. Kun jij zoveel mogelijk dingen noemen die je kan eten? Dan mag jij beginnen met pizza en appel. Oké. Kan ik al? Ja, hij kan. Pizza, appel. Patat, pannenkoeken, lasagne, aardappel, gekookte aardappel, gebakken aardappel, witlof, broccoli, witlof, ook 2 tegelijk. Ik weet er niet meer. Je hebt nog heel even tijd. Nee. Kan ik niet meer. Nee, je hebt al heel veel opgenoemd, maar misschien weet je nog één. Nee. Mijn hoofd zit te vol. Zit je hoofd te vol? Wat gebeurt er dan als je hoofd te vol zit? Dan kan ik niet meer goed denken. Ja, Luc, hoe is het nu met hem? Nou, zijn spraak is absoluut vooruit gegaan. Ik was vrijdag in de klas waar hij zit. En ook zijn leraar zei, hij heeft veel meer inzicht in wat hem beweegt, wat hij wil, waar hij voor gemotiveerd is. En hij kan het ook veel beter verwoorden. Kijk, hier, het was niet dat hij niet heel veel op de woorden niet kon komen, maar hij had echt een soort blackout. Van, hè, mijn hoofd zit vol, kan het niet meer. En hij heeft eigenlijk in de logopedie vooral geleerd om te compenseren. Dus wat kan ik doen als ik niet op een woord kom? Ik kan omschrijven, ik kan het uitbeelden, ik kan het eventueel tekenen als ik een pen bij de hand heb. Ja, we hebben er even een dia over ook. Het zijn trucjes eigenlijk. Het zijn eigenlijk trucjes. Ja, naar de kinderen toe noem ik het trucjes. Heel mooi heet het compensatiestrategieën. En je kan het aanwijzen, maar dan moet het natuurlijk wel in de buurt zijn. Maar je kan ook vertellen, je kan ermee schrijven, hoe heet het ook alweer, dat ding. En oh ja, pen. En door dat te doen, heb je A, het gevoel, ik kom er wel uit, het lukt me wel. En B, trigger je ook dat woord. Dus het komt ook veel sneller. Ja. Maar die strategieën die kunnen ze ook later spontaan toepassen bij zichzelf? Of is het meer in de therapie dat jij ze helpt? Nou, het is vooral in spelvorm dat we het doen. Maar soms zie je dat een kind het zich toe-eigent. En met name dat omschrijven. Als je dat stelselmatig traint, het is een ding, je kan er wat mee doen. Of het is een dier. Dan hoor je dat ze dat meer toe gaan passen. Misschien even een rare vraag tussendoor, hè? Maar kun je daarbij nou ook gebruik maken van bijvoorbeeld nieuwe technologie, apps en dat soort? Zijn er apps die ondersteunen bij dit soort trainingen en therapieën, zodat je thuis aan de gang kan ook? Ja, er zijn inmiddels veel spraak- en taal-apps. Ik gebruik het ook wel in de behandeling, bijvoorbeeld, ik noem maar brutaal. Maar ik doe het wel mondjesmaat, omdat deze kinderen vaak toch al veel op de apparaatjes zitten, zeg maar. Ja, en een gezelschapsspel of een ander iets ook leuk kan zijn. Ja. En dan kom ik even bij de rol van de ouders. Hè. Die probeer je ook te betrekken, want het gaat ook om die interactie thuis, hè, die gestimuleerd moet worden wellicht. Kijken die mee bij een therapie dan bij jou? Of hoe maak je ze dat eigen? Ja, ja, nou, het liefst heb je ouders inderdaad veel erbij. Meestal probeer ik dat ze herhaaldelijk een behandeling bijwonen. En enkele keer zijn ouders bij alle logopedische behandelingen. Maar je moet niet vergeten dat veel ouders toch ook overbelast zijn in de tijd dat ze bij het kinderhuis met hun kind in behandeling zijn. En dat er eigenlijk net niet meer bij kan. Dus dan is een logopedie mapje of wat e-mails om uit te wisselen. Of ik stuur filmpjes. Doet ook al dat doe je heel ook. Goed. Filmpjes maken en dan naar de ouders sturen. Ja. Okay. Ja. Veelzijdig, hè? Precies. Veelzijdig vak.
We gaan naar de, ja, alweer de laatste casus. Dat is Elian. Ik zet hem maar even voor. Hij is 11 jaar. Stoornis in de verhaalopbouw. Ja. Wat is er met Elian aan de hand? Ja, Elian is daar 11, gaan we zo zien. Hij is nu 14. En heeft hij autisme ook? Ja, hij heeft ook autisme en ADHD. Dat is ook een pittige combinatie. Samen met dus een verhaalopbouwstoornis. En de groep waar hij toen op zat hier in het kanderhuis, die viel het op dat hij zo moeizaam met zijn moeder kon bellen. Elke week. Dat liep niet, dat gesprek. En hoe konden we dat nou verbeteren? Nou, toen bleek Geef me de Vijf. Een goede methode. Een methode om daarbij te gebruiken. Het is bekend van Colette de Bruin. We kunnen hem hier zien. Ja. De puzzelstukjes voor veel mensen bekend. Wie, wat, waar, wanneer, hoe en waarom. En die kun je op heel veel manieren inzetten. Hij is ooit bedoeld bij een opdracht. Pak je laarzen, boven aan de trap, nu... Kom naar beneden, hè, op die manier. En in de logopedie gebruiken we Geef me de Vijf bij het begrijpen van verhalen. Hè, dat zie je op deze dia, dat een kind dus zelf aangeeft... wat is nou de wie en waar en wanneer van dit korte mini-verhaaltje. Ja. En ook bij het zelf vertellen. Want als je die setting geeft, dan kan iemand het verhaal goed begrijpen. En dan kan jij zelf daarna nog toevoegen wat je nou allemaal leuk vindt om te vertellen. Ja. En dat lijkt aanvankelijk wat saai, maar ik merk dat... kinderen daar heel veel houvast aan hebben. Ja. Het zijn ook de basisvaardigheden van de journalistiek trouwens. Oké, okay. Ja. Kijk. Maar we gaan even kijken nu naar een filmpje van Elian. Ja. In jouw praktijk, waarin hij aan de gang gaat met die structuren. Met wie, wat, waar, waarom en hoe. En moet een verhaaltje vertellen. Over een nummer van de trampoline. Vertel. Deze baan hier voor jou. Wie, ik en Bram, we hadden al op de tramboom gespeeld. Buiten en net om van 5:15 tot 4:30. Waarom? Omdat we leuk vonden. Ja. Dus bij deze, hè, je staat hoe en dan staat waarom. Dan mag je kiezen. Je mag ook vertellen hoe. Hoe vond je het? Leuk. Ja, wat was de emotie? Leuk. Ja. Ja, zeker weten. Ja, Elian was flink bezig, hè, met die structuur. Ja, dat deed hij vlot. Verhaal achter verhaal. Ja. En even op de klok kijken van ik moet hier de tijd doen. Precies de tijd, ja. Maar even een andere vraag. Hoe wordt nou bepaald hoeveel therapie zo'n jongen krijgt? Nou ja, dat is een beetje een samengaan van wat is nodig en wat is gewenst en wat is mogelijk. Ja, want ik ben voor het hele kannenhuis, dus goed, je kan niet heel intensief behandelen, maar toch wel wekelijks, één keer per week. Voor het ene kind is dat genoeg met 12 keer, 3 maanden. En een ander kind zie je een heel jaar, dat kan. Bij jongeren start ik met een proeftherapie. 5 sessies of 6, dat vind ik prima om daarna samen te besluiten, gaan we door, heeft dit zin, zie jij dit ook zitten... En, of stoppen we en was dit een prima kennismaking. Ja. En is dan ook hoe jonger hoe beter? Ja, hoe jonger hoe beter. Ja, dat krijgen we zo bij de aandachtspunten. Absoluut. Ja. Absoluut. Ja. 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 Oké, okay. Nou, een goede brug, hè, naar deel 3 van het programma, de aandachtspunten. Want we zijn nu door onze casus heen en we hebben nog even een paar dingen te zeggen. Ja, je wilde ook nog afsluiten met een aantal aandachtspunten die je belangrijk vindt. Je hebt er 3 gekozen. Ik zet de eerste voor, vroegtijdige onderkenning. Ja, bij een taalontwikkelingsstoornis is het zo dat hoe eerder je erbij bent, hoe beter effect. Dat is ruimschoots bewezen. Je kan dan ook nog heel spelenderwijs werken. Terwijl als een kind ouder is, is dat veel lastiger. En dan heb je al veel meer kwalijke gevolgen voor de functionele geletterdheid, het lezen, voor het sociale vaardigheden. Bij jongeren met een taalstoornis zien we echt dat die nog in een isolement kunnen raken, ondanks ze expertiseonderwijs hebben gehad op dat vlak. Ze blijven kwetsbaar. Ja, en zeker de combinatie van autisme en een taalontwikkelingsstoornis. Dus ja, vroeg erbij zijn, maar niet te snel beslissen of het een TOS is of dat het autisme is. Want dat is wel een vermengend iets waardoor je ook wel tijd moet nemen om het plaatje helder te krijgen. Want het plaatje verandert. Ja. Ja. Nou, we hebben daar al nodig over gezegd in de uitzending. Maar
precies. Hier is de taalbril, je had hem zelfs meegenomen. Hè? Want je, ik moet het even aanzetten. Moet het even laten zien. Dit is echt heel belangrijk. In de psychiatrie is het niet zo gangbaar dat logopedie in huis is. Het kan in huis gelukkig wel. En als je bedenkt hoeveel kinderen een taalprobleem hebben, hè, de kinderen met autisme en jongeren, is het belangrijk dat niet alleen die logopedissen, maar vooral iedereen om dat kind heen met die taalbril kijkt. Ongerustheid ziet op dat vlak, een vragenlijst in laat vullen, vraagt om een screening, dat er multidisciplinair gekeken wordt en dat iedereen wat meer oog heeft voor die taal. Is dat belang, wordt dat door iedereen onderkend of nog te weinig, vind jij? In de psychiatrie nog absoluut te weinig. Dat is te zot voor woorden in mijn ogen. Ja? Ja, absoluut. En vooral omdat gedragsproblemen kunnen uitgelokt worden door een taalprobleem. Of in stand gehouden worden door een taalprobleem. Gedrag. Ja, dat gaat samen. Ja. Een kind wat zich niet durft te uiten, kan gaandeweg een soort angststoornis ontwikkelen. Wat was er dan eerst? Hè? En wat gebeurt er als je dat taalprobleem gaat aanpakken? Kan je wel eens heel erg van staan te kijken. Er is vast heel veel over te vertellen. Ik vind het ook een boeiend onderwerp, maar we gaan toch door. Even naar de kern van logopedie. Het is trainen, het is compenseren. Ja, het trainen is beperkt haalbaar. Er blijven toch restanten bestaan. Natuurlijk proberen we dat zo goed mogelijk, maar je kan niet meer trainen dan wat er in capaciteit is. Je kan wel goed compenseren, goed dingen aanleren, scripts, social scripts. Strategieën enzovoort. Ja, strategieën hebben we gezien, die compensatiestrategieën. Ja. En je moet altijd de omgeving erbij betrekken, want dat generaliseren, dat is bekend, dat gaat heel moeilijk. Vanochtend nog met een jonge pittige spraak geoefend, hè, om wat duidelijker te verstaanbaar te zijn. En dan zie je dat dat eigenlijk alleen bij mij lukt. En thuis, wat die moeder ook probeert, het lukt hem niet en hij heeft er weerstand tegen. Want het hoort bij Mariette, het hoort bij de logopedie. Dus dan moet je bruggetjes gaan maken. Eerst de pb'er erbij en dan eens naar de groep en dan eens langzaam naar thuis. Mariette, je bent een boeiende prater, maar ik moet toch afronden. We hebben namelijk ook nog mensen gevraagd om vragen in te dienen en die zijn er ook gekomen. Dus daar moeten we ook even aandacht aan besteden. Dus dat wil ik bij deze doen. Mm-hmm. Ik pak het stapeltje erbij en ik kan ze onmogelijk allemaal beantwoorden, want het zijn er best veel. Maar de redactie heeft ze al geschrift, dus ik ga daar nu even doorheen. De eerste vraag is, wat is het verschil tussen verbaal zijn en communicatief zijn? Ik denk dat je dat heel erg kunt zien als verbaal is maar één kant van communicatie. Hè? Dat is het wat we horen, maar wat je ziet, het oogcontact, de intonatie. Dat is communicatie. Dat is veel breder. Ja, veel jongeren met autisme zijn soms verbaal heel sterk. Hè? Absoluut. En dan is ook een valkuil. Hè? Ja, en ook creatief in taal. Hè? Elian zei bij een test autobiografie, dan moet je dat omschrijven. En bij heel veel jongeren komt er dan niks, want dat is natuurlijk heel lastig. En hij zei toen, een auto die op biobrandstof loopt. En toen dacht ik, wauw, jij bent creatief met taal. Ja. En dat is weer een plus, dat is een sterkte. Ja. Werkt een taalstoornis bij kinderen ook door op latere leeftijd? Ja, dat vind ik heel zorgelijk. Dat eigenlijk dus die kinderen waarvan je denkt, ze hebben portie logopedie gehad, ze hebben ook nog eens in het cluster 2 onderwijs gezeten. En dan nog blijven ze vaak problemen houden, vooral op het sociale vlak. Ja. Ja. Nou, hoe komt het dat sommige kinderen met autisme Engelse woorden makkelijker lijken op te pakken dan Nederlandse woorden? Ja, is dat ook zo, is de vraag, hè? Ja, ik zie het wel groeien. Ja? Veel meer dan 10 jaar geleden, absoluut. Ja, ja. En dat komt door de invloed van de media? Invloed van de media, het Engels tot zich nemen. Maar veel autistische kinderen zuigen dat ook op en hebben een goed auditief geheugen en houden dat vast. Ja. Een jongen van 15 jaar heeft autisme en receptieve expressieve taalstoornis, een dyslexie. Hij heeft veel moeite met lezen. Autisme is levenslang, maar die taalstoornis ook. Is er behandeling mogelijk en hoe? Dus een receptieve taalstoornis en dyslexie. Ja. En daarmee en moet vastlopen. Met lezen, Ja, voor dyslexie zijn op zich wel aparte therapieën. Mm-hmm. En voor die receptieve taalstoornis, ja, dat is, moet ik bekennen, is wel net het taaldeel wat het minst vooruit gaat met taaltherapie. Is bewezen uit onderzoek. Maar je kan natuurlijk wel altijd proberen om vooral voor iemand samenhang te creëren in dingen, zodat hij toch zaken kan begrijpen. Ja. Ja, of visualiseren zou heel sterk kunnen werken. Want dan belast je niet die talige, zwakkere plek. Ja. Want dyslexie is vaak wel gekoppeld aan een taalprobleem.
Dit is wel grappig. Waarom spreekt mijn zoon met autisme bijna geen dialect, maar wel Nederlands, terwijl wij dialect tegen hem praten? Ah, ja. Dat vind ik wel grappig. Dat is apart, ja. 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 Nou, het is niet altijd te snappen of een autistisch kind het accent overneemt van de ouders, of juist van een au pair, of juist van de tv. Of, dat is kennelijk het kanaal waar hij een soort fine-tuning mee heeft, wat hij prettig vindt in het gehoor of, en daarmee ook in de spraak. Maar helemaal verklaren kan ik het niet, nee. Oké, we zijn aan het eind gekomen van ons programma. Dankjewel voor al die informatie, je boeiende verhaal en de casus ook. Je hebt er veel werk in gestopt. Dank je wel. We willen u bedanken voor het kijken en graag tot een volgende keer.